Hij is een van de aardigste mensen die ik ken. En hij kan zo prachtig zingen. En afgezien daarvan. Het is niet zeker of hij de uitzenddatum van dit programma haalt, zegt hij zelf. Ik vermoed van wel. Want een brood gaat nooit verloren. Dat is water. Herman? Ik heb een keer water genomen per ongeluk tijdens een talkshow. En toen? Nee, maar ik stond hier gewoon met mijn vodka en mijn cola en ik neem een slokje. Toen moest je overgeven. Dat was in mijn show, was dat omdat je witte wijn kreeg. Herman, luister eens. Dit programma wordt 6 januari uitgezonden. Ik wil even je geheugentje testen. Ga jij dat 6 januari halen? Nee, volgens mijn dokter wordt het halverwege 4 januari. Is het serieus of is het een crisis waar je wel doorheen komt? Nou, maar hij is toch een man. Hij heeft altijd zijn hamertje bij zich en dan klopt hij op me. Dan lig ik daar op mijn buik en dus hij bonk, tonk, bonk, tonk. En dan maakt hij zijn conclusies. Dat hij, nou, de patiënten, hij geeft mij dan niet meer als zoveel tijd. Ja. Maar dat gaat nu al jaren door. Oh ja. Dus aan zich ben ik niet. Ik hoop dat je nog heel lang leeft, maar wat denk je daar zelf van? Van het hopen tot leven? Nou, het hopen tot leven, het leven zelf. Gaat het lukken of niet? Theo, ik ben het type niet dat doodgaat. Kijk, ik heb zoveel rotzooi in mezelf gepropt. Ik ben van binnen van eelt. Zo moet je het zien. Ja. En zo maak ik het mezelf wijs. En zo hoort het. Als je terugkijkt op je leven, meneer Brood, was het een goed leven? Meneer Brood. Was het een goed leven? Ik zit pas op de helft, man. Kom op. Toen de eerste helft, was die goed? Nou, het klinkt absurd als je iemand mij vraagt. Dan zou ik dan weer hetzelfde overdoen. En dat ik dan al te volmondig ja roep. Ja. Dus dan zou ik moeten zeggen, ja, ik denk het wel. Maar in mijn hart. Ja. Heb ik geen enkele fout begaan. Kijk, mijn eerste peppilletje veranderde mij al in een mens die ik graag had willen zijn. Was je daarvoor een mens dat je niet wilde zijn? En leek niet op het mens dat ik was. Wat was je daarvoor dan? Ja, een scheidlollige, dus zeg maar het doorsneeuwbeeld van de bierdrinker, maar dan met een Porsche intelligentie die waar de gemiddelde bierdrinker natuurlijk nog jaren over zou doen. En ondanks zijn HTS-diploma. Mm-hmm. Met alle respect hoor, want er moeten ook dingen gebouwd worden. Maar ik had gedacht dat de muziek je zou hebben veranderd. Veranderd in tot wat en wanneer? Het nobele mens wat je nu bent. Nou, toen je 15 was of 14, toen je de muziek ontdekte. Mag ik Theo zeggen? Ja. Kijk, ik ben als kind, was ik de hele dag aan het tekenen. Altijd aan het tekenen. Ik zeg het nog één keer. Altijd aan het tekenen. En dus Herman moest op de kunstacademie. Dus kijk, als ouders een soort talent in hun kinderen herkennen, proberen ze dat op naar beste en weten te begeleiden, weet je wel. Dus ik was voorbestemd om naar de kunstacademie te gaan. En vanaf de eerste dag dat ik er kwam, wist ik al dat ik een enorme fout dat het niks. Maar ik dacht de kunstacademie, dat is een waardluif, weet je wel. Kunstenaars, plap, plap, dat ging alle kanten op, toch? Hè? En het was. Maar ik kwam van de HBS en het was de overgang naar de kunstacademie. Nou, was dus met het blote oog niet zichtbaar.
Weet je, het was precies alsof ik weer op de HBS zat. Weet je. En op het eind van de klas zaten alle kunstenaars. Die schilderden precies zo. Als de kunstleraar die, waar ze mee omringd werden. Ik bedoel maar, het werd mij al heel snel duidelijk dat ik dit een ontzettende miskoop was. Mm-hmm. Om naar een kunstacademie te gaan. En dat vind ik nog steeds zo. En het is... Het is een... De kunstacademie zie, herinner ik mij als een soort noodoplossing voor ja, kinderen die wel... Ze willen wel graag frikken en schilderen, natuurlijk. Wie wil het niet? Ja, als je ook maar enigszins talent hebt. Maar dit was te... Dit had geen reet meer met welke realiteit als een zinloze gebeurtenis. Een totaal zinloze gebeurtenis. En ik werd er ontslagen omdat ik een 2 voor kunstgeschiedenis had. Want dat leek me ook een... En toen dacht je muziek? Nee, het kwam ook omdat muziek... Kijk, het zijn fases in je leven, weet je wel. Eerst was het kunst, maar toen, pop, toen kwam Little Richard en Vince Taylor. En even later kwam Moby Grape. En ik bedoel maar, mijn hele belangstelling voor kunst. Hè, dus de keuze op dat moment. Maak ik een mooie tekening, een prachtige tekening. Dus tussen op een bühne staan en de show zo kort mogelijk, zodat je daarna de zaal in kon om de meisjes te versieren. Ja, die keuze was erg simpel voor mij. Heb je wel eens gedacht, een rock'n'roll held moet op tijd doodgaan? Helpt niet op tijd doodgaan. Wel of niet op tijd doodgaan? Vind je jezelf te oud geworden, laat ik het zo zeggen, gezien je legende? Ja, er is niets triester als een... iemand die hip is voor op middelbare leeftijd. Dat is een uitspraak van Lenny Bruce. Ja. En dat is een uitspraak die mij... En zie je, doorzet. Ik zit nu met een trieste man. Had hij zo'n grote bek te praten, een keer gehouden, weet je wel. Die Lenny? Ja, in plaats van de waarheid te zeggen. Ja, maar ja. Dus ik zit dan met een trieste man te praten. Oh, kijk, ik ben zo'n fan van Lenny Bruce. Dat ik hem nooit de schuld zou geven van het feit dat ik nu triest ben. Maar ben je triest of valt het wel mee? Nou, als ik aan hem denk, voel ik me echt een soort tweedehands Herman Brood misschien of zo, weet je. Tweedehands? Tweedehands, ja. Ik wil van je weten, ben je bang om dood te gaan? Ik kom nooit hem op. Niet? Het komt nooit in me op. Ook de laatste tijd niet? Nou, ja, nou... Je denkt er toch over na, ja, neem ik aan? Ja. Slim als je bent. De laatste tijd heb ik weinig keus. Als je dus 8 kilo afvalt in 2 uur, dan ga je denken, hey, hier is iets mis met het lichaam. Ja, 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 ja. Ja. Je was ook zo fanatiek gestopt met drinken, geloof ik, hè? Nou, fanatiek. Nou... Ik wil het wel over doop hebben, maar dan zal ik ze kort mogelijk samenvallen. Ik zal ze kort mogelijk samenvallen. Ook een mogelijkheid. Maar ik neem dan een short speed. En die heeft geen effect. Ik schrok me de pleuris, jongen. Dat mij dit moet overkomen. Als je 30 jaar... Weet je, dan neem je dus 2 gram speed in bedacht. Dan zit je toch al...
100%. Nou, dat komt er neer op een halve kilo. Ik schrok me de pleuris, jongen. Mijn hele, alles waar ik op gebaseerd had in mijn leven, viel weg, weet je wel. Dus, kijk, een lichaam. Mijn lichaam is altijd gebaseerd op mijn privé-methode, weet je wel. Dus een lichaam is gebaseerd op een shot. En dat brengt je op de dag. En dan, daarna ga ik een beetje drinken om weer een soort balans te krijgen, weet je wel. Die kun je wel verwachten naar iemand die na 30 jaar dat hij een beetje in de gaten heeft. Hoe hij zichzelf in die balans moet. En dan neem je er nog een en het werkt weer niet. En neem er nog een. Dan ontstaat er een waanzinnige paniek ontstond bij mij, weet je wel. Dus dat was eigenlijk, toen trad de paniek in. De paniek van, god, kaleren, ben ik immuun geworden voor. Nou, dat is het laatste waar ik zin in had, om immuun voor spiet te worden, weet je wel. Nou, we hebben dat toen besproken met onze lieve heer. En wat zei hij? En jij kunt, lief het. Herman, ik hou van jou en ik weet dat je van mij houdt. En hij zei, jongen, je moet gewoon een pauzetje nemen. Kijk, en die pauze, dat is wel een klote situatie is dat. Als je gewend bent om op elke dag uit het potje waarop staat dit en dat, en je propt het erin, en er gebeurt geen reet. En toen was je bang voor de dood, niet? Nou, in eerste instantie was ik heel boos op onze lieve heer zelf. Want dat was de taal de afspraak niet. En ook niet niks terugzeggen, weet je wel. Zo kinderachtig, zo... Hij zegt meestal niks terug, dacht ik hoor. Onze lieve heer. Of praat hij vaak met jou? Praat hij vaak met jou? Praat je vaak met hem, moet ik zeggen. Een dag en nacht. Ga nou niet zeggen dat je gelovig bent geworden op het eind van je leven. Hé, hey, Theo. In de herfst van je leven openbaart het opperwezen zich aan je, Herman. Jezus. Hé, luister. Ja. Met gelovig zijn. Ja. Dat hoef je niet zo laatdunkend over te spreken, weet je wel. Anders laat ik je met de zeep slaan door Dr. Mars Major Boshart. Dat lijkt me heerlijk. En die weet waar je raakt. Zijn er mensen om je heen nog van wie je houdt of ben je heel erg alleen? Ben je omringd door haaien of valt het mee? Ik ben omringd door abnormaal. Ik ben echt omsingeld door abnormaal veel mensen die het goede met me voor hebben. Dus ik ga rustig nog even door als je niet erg vindt. Ja, ga door. Ik heb dus niks te klagen, weet je wel. Je wordt bedolven onder liefde. Ja. Van mijn part, als je het zo uit wil drukken, ja. Ja. Hoe beklemmend is dat? Nee, het is alleen maar vreugde. Dat is alleen maar een vette meevallen, weet je wel. Kijk, toen ik in de laatste jaar drie jaar in de kliniek gezeten in Londen. De Florence Nightingale kliniek. Waar je dus verwacht, net zoals in de Jelinek bijvoorbeeld, waar je dus verwacht een puinhoop van mensen die elkaar... Was het een gaap? Nee. Of een uitademing? Een uitademing was het. Oké. Ik heb ook een sigaret. Wakker blijven thuis. Ga door! Ja, je zat in die kliniek, de Florence Nightingale kliniek. Tijdens mijn performance gegaapt wordt. Nee, het wordt niet gegaapt. Ja, het leek ontzettend veel op. Ik zou niet durven. Hey, ga even door, je zat in de Florence Nightingale kliniek. Het was anders dan de Jelinek. Zou ik eens voordoen hoe je het deed? Doe maar. Geef dat sigaretje maar. Ja, nou rook ik niet, dat is mijn enige lullig.
Nou, kom op, Herman. Kijk, waar waren we? Je zat in de Florence Nachtegaalkliniek, ja. Ja. Dus, kijk, ik ben een jongen die heeft, als hij eruit mag, een gezin op zich wachten. Al die andere cats die daar zitten, die lopen de straat op en die lopen zo regelrecht hetzelfde gat in waar ze net uitgekropen zijn, weet je wel. Dat is het junkie-probleem, weet je wel. Dat is het drama. Moet ik je nog iets vertellen? Ik kom de derde keer in de Jelly Florence Nightingale. Hey, uitspraken. Ja, 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 ja. Het spreekt een mondje over de grens. Weet je niet. Ja, 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 ja. Dus je komt daar voor de derde keer en? Toen ik kom er midden in de nacht arriveren. Ik doe een boterham in. Ik mocht het entree tot de keuken. Ik doe een boterham in de toaster, weet je wel. Ik had al zoveel pillen op, dus ik had die boterham nog niet. Of ik lag al bewusteloos in mijn eigen bedje. Pap, jongen, brandalarm. Brandalarm. Je moet me corrigeren als ik bepaalde R's of L's. Brandalarm van de toaster. Ja, brandalarm. Nou. En dus keihard is dat daar. Want het gebeurt ongeveer 8 keer per dag, hebben ze daar brandalarm. Dus in ieder geval, ik de straat, iedereen moet dan de straat op, weet je wel. Dat is een hele chique buurt, weet je wel. Anyway, dan zie je dus de hele voorraad mafkezen die in het huis zit, allemaal met, weet je wel, stuit dus naast Ron Wood, bibberend in zijn badjas. Weet je wel, James Taylor was toevallig voor een heropgave. Oh, kijk eens aan. Ja. nou ja, nog veel meer bekende gezichten wiens die misschien liever niet hebben dat ik over hen spreek. Ja. Anyway, wij stonden met z'n 300 op straat. Er zijn allemaal kerels omheen. Met mitrailleurs om te tellen of wie. Of er iemand ontvlucht was, weet je wel. Nou, dat was dus vals alarm. Toen moesten alle mensen die van die paviljoens af waren gepropt, moesten weer naar binnen gedrukt worden. En naar hun eigen afdeling. Nou, om kort overzicht te geven. Ja, dus de eerste afdeling was manisch depressief. En die werd gedeeld met erectia, mensen die te dun zich voelen of... Anorexia, patiëntjes. Anorexia, cool. Te gek. Blij in de aanwezigheid van toch, hè? Ja, 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 ja. Ja, ja. Een typisch anorexia patiënt zit hier tegenover. Ja, heb ik interviews, die komen nooit op. Die komen daar niet op, nee, maar ik wel hoor. Theo wel. Maak het verhaal even af, want het gaat anders iets te traag en dan gaan de adverteerders klagen. Kom op. Ik doe het traag, okay. Om jouw programma zo lang mogelijk te maken. Ja. En... We zijn al over de tijd heen hoor, Herman, dus wat dat betreft, Oké, ik maak dit even af. Ja, maak het even af. Ik maak het even af. Dus ik moet allemaal naar binnen gepropt. Ik zat op de bovenste verdieping, dus detox, de ontgifting. Ik zal het niet zo kort mogelijk houden. Maar ze hebben mij gepropt op de afdeling gokverslaving. Weet je. Dus Ron Wood zit in één keer in de detox, die hij al 3 keer had gehad. En ik zit op de gokverslaving. Wat ik graag doe, maar nooit als verslaving heb ervaren. Mm-hmm. En dus die dokter de volgende morgen zegt, nou, u mankeert me niks, meneer Brood. Dus ik ga lang blijven. Hup, de trein op, weet je. Mm-hmm. Ik naar huis.
En Ron die zit misschien nou nog op de detox. Hoeveel kostte dat kliniekje per dag? 7000 gulden? 3000 guldentjes per dag. Dat is peanuts voor... Een paar tekeningen er tegenaan, ja, en je was er weer. Ja, nee, precies. Nee, Ron. Dus het was de ruimschoot. Ik zou nu graag willen gaan afronden in het programma. Ja. Want één ding was me toch al op. Heb ik al verteld van toen ik in de kliniek zat en... Ja, maar tot... Oh. Ja, ik wou van je weten om een stemmig einde aan het programma te geven. Geloof je echt in God? Ga je hem ontmoeten? Nee, God, als je dat zegt, geloof je echt in God, is dat veel te abstract voor mij. God is mijn hart. God is dit contact met ons. God is je geweten. God is gewoon je bewustzijn van wat het leven is. Dus God gaat veel verder als wij ons voor kunnen stellen. Dus als je zegt, geloof ik in God, dat klinkt heel onbenullig. Omdat je dus, hoe kun je iets wat voor je neus staat, hoe kun je er niet in geloven? En hoe kun je het net doen alsof die niet bestaat? Hmm. Oké. Okay. Huh? Nou, ik probeer het tot mijn hersenmassa te laten doen. Pak nou eens die camera en ter afsluiting van dit boeiende onderhoud... Kan je Saturday Night voor ons zingen? Je grootste hit? Ja, met de muziek er wel bij. Nee, zonder muziek. Ja, die hebben we niet. Ik ga een beetje hier... Weet je, a cappella. Nee, juist niet playbacken. Uit jezelf. Nee, dat vind ik nou zeer raar. Vind je dat zo mooi... Een slappe uitdaging. Dat is geen slappe uitdaging. Het zou heel mooi in beeld zijn dat je Saturday Night zingt. Je hebt niet eens een piano, je hebt niet eens een ding. En dan moet ik hier als een maloot... Moet ik als een maloot? Ja. Die stem zonder muziek nadoen. Dave van Gogh, jongen, dat zat me vies van je tegen. Het hele idee. Het hele idee? Dat is namelijk de meest... Ik had het zo ontroerend gevonden. Ik had het zo ontroerend gevonden. Om je nog één keer Saturday Night te horen zingen. Ja, nog één keer. Oh, je bent al overtuigd. Waarvan? Nou, dat je laatste interview is? Nee hoor, je gaat nog 40 jaar door, vrees ik. Maar dat kan ik ook niet helpen. Luister, doe je het of doe je het niet? Laat je mij met lege handen achter. Ik wil van alles voor je doen, jongen. Dan moet je eerst moet je gebukt gaan staan. En dan? Dan kom ik er met een volle vaart aanlopen, weet ja, je wel. Ja. En dan roep ik... Saturday night! Oké. Okay. Ja. Doe maar. Broekje uit, hè? Ja, ja, broekje uit, ben jij gek? Het is wel... Ja, toch breng een fatsoenlijke programma's bij Veronica, hè? Niet mijn achterwerk, ben jij gek? Kan die draad er niet af dan? Of... Do nothing, just hang around. Godverdomme, de technici die mij iets moeten... Maar ik kan niet bij je komen zo, jongen. Nou, ik ga wel naar achteren toe dan. Ik kan ook niet verder. Ik kan tot hier komen. Beautiful ja. Soul music. Herman, wat een genoegen om je hier te gast te hebben. Dankjewel. En ik hoop dat je nog 50 jaar leeft. Ja. Take care, jongen. Volgende week zelf tijd.